Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. MAS-directeur vertrouwt op samenwerken, duurzame toekomst, komende olie- en gassector. Van 4 tot 7 juni 2024 vond de vierde editie van de Suriname Energy Oil and Gas Summit en Exhibition plaats in Royal Torarica. Dit belangrijke evenement bracht lokale en internationale bedrijven samen om te praten over de toekomst van de energie- en gassector in Suriname. Tijdens de opening riep president Chandrika Prasad Santokhi bedrijven op om zich in te zetten voor local content. Hij nodigde investeerders uit om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van Suriname. Michel Amafo, directeur van de Maritieme Autoriteit Suriname, sprak ook zijn vertrouwen uit in de voorbereiding van zijn organisatie op de komende ontwikkelingen in de olie- en gassector. CDS heeft daarover een exclusief interview gehad met de MAS-directeur. Over local content. Dat betekent dat Suriname een bijdrage moet leveren aan die ontwikkeling van die olie, om die olie boven grond te brengen, eigenlijk boven het water eigenlijk. En om dat te kunnen doen heb je een vaarweg nodig. Je hebt een weg nodig om al die goederen te kunnen vervoeren, die schepen die betrokken zullen worden in dat proces, want je hebt havens nodig. Maar die havens worden aangedaan door schepen. En die schepen die hebben die rivier nodig, ze hebben voldoende diepgang nodig. En waarmee de MAS bezig is, is om hier op de beurs om de gemeenschap en de bedrijven te informeren over het baggeren van de Suriname rivier. En ik kan u zeggen dat dit project is eigenlijk vooraf gegaan door een aantal studies die we hebben gedaan. De technische studie, de milieustudie, de financieel-economische studie. En we hebben daarna getenderd. Er zijn aanbestedingen geweest en we hebben 2 aanbestedingen gehad. En op basis daarvan zijn we dus nu in de tweede fase van het project, waarbij we nu een diepgang hebben in die rivier bij hoogwater, bij springtij, van 8,3 meter. En bij wat we noemen neaptide, dat zit je rond 7,65 meter. En dat is eigenlijk een heel grote vooruitgang voor Suriname. We kunnen dus nu, als we kijken naar de cargo, dat we nu schepen, bulkschepen kunnen krijgen van rond 23.000 ton. We kunnen tankers krijgen van rond de, als u kijkt hier met mij, rond de 8.000 ton kunnen we krijgen. Dat is een heel grote vooruitgang voor die Surinaamse economie. Het baggeren van de rivier is een holistische aanpak. Het heeft te maken met het stimuleren van die Surinaamse economie. Dus niet alleen olie en gas. Olie en gas is een onderdeel daarvan.
Ter illustratie kan ik aangeven dat we hebben het tweede deel van het project, dus die 5,5 meter chartdatum. Want daarop moet je dus optellen, die 2,15 en 2,85 centimeter moet je optellen. We hebben het vorig jaar juli afgerond. En dan hebben we in het laatste helft van het jaar, hebben we dan wat grindexporten betreft, hebben we gehaald 325.000 ton. En in het eerste kwartaal van 2024 hebben we die hoeveelheid al gehaald. Begrijpt u? En onze prognose is dat we dus dit jaar zullen gaan naar een volume qua grindexporten van rond de 1 miljoen. En dat gaat die totale cargo volume over het jaar brengen naar rond de 3,5 miljoen ton. En het project was gedimensioneerd op 2,2 miljoen. Dus eigenlijk zit je al op meer dan 1 miljoen ton meer aan export. Wat we ook hebben gezien zijn cruiseschepen. Cruiseschepen die naar Suriname komen. Want cruiseschepen, moet u zien, die kunnen niet te lang blijven in een haven. Ze komen binnen één getij, volgend getij willen ze weer vertrekken. En we hebben vorig jaar 2 gehad. Er zijn nu cruiseschepen die al plannen maken om weer naar Suriname te komen. En daarvoor zullen we met alle actoren gaan zitten om te praten, zodat die afwikkeling van die cruiseschepen, dat heel makkelijk vlot moet verlopen. Want u moet het zien, het is een holistische aanpak. Want je hebt die rivier gebaggerd, maar iedereen moet zijn rol spelen. Ze moeten hun bijdrage leveren. Toch? De immigratie, het ministerie van Buitenlandse Zaken wat betreft, visa-zaken. Alles moet geregeld worden voor een vlotte afwikkeling van de cargo. In dit geval zijn het dan cruiseschepen, we hebben passagiers aan boord. En dan moet dat gebeuren. Dus daarom zijn we hier om dat verhaal te vertellen. Ik kan ook zeggen dat we samen met het ministerie van Openbare Werken zitten we nu in het proces om vast te stellen wat die volgende diepgang moet zijn. Wat heeft die economie nodig? Want we zitten nu op 5,5 meter. Heeft die economie 6,5 meter nodig? Dan zullen we die 6,5 meter, dat wordt dan die volgende fase van het baggerproject. En daarmee willen we volgend jaar beginnen. Misschien eerder zelfs. Dus hoe eerder we die informatie hebben. Want we gaan nu een haalbaarheidsstudie uitvoeren. Dat de gemeenschap, de bedrijven ons zullen zeggen wat ze nodig hebben. Als we die data hebben, en ik kan zeggen het geld is er al. Want ik gaf al net aan, als we 2,2 miljoen of 3,5 miljoen ton hebben. Maal 6, dan zit je al rond de 20.000 miljoen die we binnenhalen. Natuurlijk moeten we dat geld gebruiken om één de lening af te lossen. Maar tegelijkertijd moeten we het onderhoud aflossen en de andere kosten die we hebben. Dus het is net dat we een berg met geld hebben, maar we hebben wel een berg met geld om dit project verder te continueren. Zo ook zijn we bezig in de Komewijnenrivier. Om de Komewijnenrivier, ook de mogelijkheden voor baggeren van die rivier te bekijken. Dus er wordt nu ook een studie uitgevoerd. En dat u ziet dat wij gaan voor een facilitering van die totale economie. Het gaat om landbouw, het gaat om visserij, het gaat om mijnbouw, het gaat om olie en gas. Dat alle ondernemers zullen gaan kapitaliseren op die mogelijkheden die die rivier biedt. Waar men zegt, de regering doet niets, maar ik kan wel zeggen dat dit is een project waarbij de regering inderdaad, want 2017 was er een onderzoek geweest waarbij toen is gezegd van luister, die diepgang van die rivier is een probleem. En de regering heeft samen met de MAS dat aangepakt. En we willen van deze plaats de regering bedanken. En ook de financierders, met name de uitvoerder. Want het eerste was dan Boskalis en de boer die het eerste deel hebben gefinancierd. En dan ook de Hakeringbank en consortium. De mensen die geloof hadden in het project. Ze hebben hun geld gegeven aan het project. En ik moet zeggen, het loopt heel goed. Iedereen wordt betaald. Eigenlijk vergeten mensen zelf dat er een lening is. Het gaat zo soepel met het betalen.
ik kan ook zeggen, de gemeenschap zeggen, dat MAS is een van de staatsbedrijven die alle jaarrekeningen in orde heeft. Dat is ook een van die confidence die we geven aan die gemeenschap. Ik kan u zeggen dat onze jaarrekening van 2023 is eind april 2024 afgerond en aangeboden aan de regering. Dus zo opereren wij als MAS op een professionele manier. En ik wil van deze plaats ook de medewerkers bedanken en de Raad van Commissarissen, ja, die het werk doen. Ik ben het gezicht, maar ik heb eigenlijk een hele bataljon achter mij die het werk uitvoert. En we zijn dankbaar dat we inderdaad die bijdrage kunnen leveren. Een van de eerste voordelen die we hebben gemerkt is dat Total Energies, toen ze begonnen met exploratie, dan was hun operatie vanuit Trinidad en Tobago, vanwege die diepgang in die rivier. Maar nadat we die rivier hebben gebaggerd, hebben ze dan die operatie verplaatst van Trinidad naar Suriname. En tijdens deze conferentie hebben we al gezegd dat ze eigenlijk die investeringen die ze hier hebben gepleegd, die movement is zeker in de buurt van rond de ietsje minder dan $200 miljoen. Dus dat is die impact die je direct hebt van dit project. Toch? Het faciliteert die economie. En ook nu Petronas, ze zijn met gas bezig, met hun exploratie. En zij doen het ook vanuit Suriname. En zo zijn er meerdere bedrijven, dus die we inderdaad zien komen. En die ook de investeringen zullen plegen, zodat het Surinaams volk inderdaad gaat kunnen benefiten, gaat kunnen voordeel kunnen halen uit dit project. Laten we hard blijven werken. Net zoals er bij de MAS hard wordt gewerkt, dat we werken. We gaan niet bij de pakken neerzitten van zaken gaan niet goed. Nee, wij leveren onze bijdrage. En als iedereen zijn bijdrage levert op zijn gebied, we hebben verantwoordelijkheid voor de rivier en we hebben opdracht gekregen en we geven uitvoering aan die opdracht. En ik roep ieder op, wij zullen doorgaan om ons deel te doen. En we roepen ook de andere actoren op, wanneer we bij ze aankloppen voor informatie, voor hun bijdrage, dat ze die bijdrage leveren, zodat we inderdaad samen dat doel kunnen behalen. En dat is het faciliteren van die maritieme ontwikkeling, faciliteren van die Surinaamse economie. Want het grootste deel van cargo, die moeten we via de rivier vervoeren. Met lucht kan je een klein beetje, maar 90% van alle cargo gaat via de waterwegen. En dat moet op een veilige manier kunnen gebeuren. En dat doet de MAS. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.